Heute besprechen wir das Uhrlesen, oftewel het klokkijken. Voor het klokkijken gebruiken we de standaardzinnen en woorden waarmee we de kloktijden aangeven. Zoals, hoe laat is het? Wie spät ist es? Het is puntje puntje uur. Es ist puntje puntje uur. Kwartier. Viertel. Na. Nacht. Voor. Half. Half. Dit zijn een aantal zinnen en woorden die je kunt gebruiken. Kijk naar de klok. Zoals we zien is het 3 uur. We gaan nu kijken hoe we dat in het Duits gaan zeggen. Jullie zien dat het gewoon via de standaardregel gaat die we ook in het Nederlands hebben. Dus het is 3 uur. Es ist 3 Uhr. Dan hebben we natuurlijk ook de halfuren. De regel gaat precies zoals de Nederlandse regel. Dus, zoals we kunnen zien, is het 2:30. In het Duits zeggen ze dan, es ist 2:30. De kwartieren. Zoals we zien op de klok is het nu 9:45. We gaan eens even kijken hoe dat gezegd wordt in het Duits. Zoals we zien gaat het ook weer hetzelfde als in het Nederlands. Eigenlijk heel het klokkijken gaat precies zoals we dat in het Nederlands ook doen. Dus 9:45. Es ist 9:45. Dan hebben we natuurlijk nog de overige kloktijden. Zoals je hier kunt zien is het 9:50. Zoals hier is het ook dat het in het Duits precies hetzelfde gaat als in het Nederlands. Dus het is 9:50 wordt, es ist 9:50. Dit was de uitleg. Jullie kunnen nu opdrachten gaan maken en hiermee kunnen jullie testen hoeveel kennis jullie nog hebben. Das war's für heute und bis nächste Woche. Tschüssi! Tschüssi! Dit is het eind van ons filmpje. We hopen dat je hebt genoten. Tot de volgende keer. Maar weer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.